Nou, het leuke is dat eerst als mensen binnenkomen, is dat ze dan zoiets hebben van, mag ik wel binnenkomen? Want ja, het ligt natuurlijk vol met slaapzakken. En dat is ja, eigenlijk precies wat ik eigenlijk wil hebben. Want mensen komen eigenlijk toch een beetje mijn wereld in. Wat zien de mensen op jouw kunstwerken? Mensen zien veelal vrolijke figuren en leuke plaatjes van bloemetjes en vrolijke meisjes. In mijn eerste werk heb ik vooral schilderijen gemaakt. Die zijn voornamelijk figuratief en decoratief. Ze zijn gebaseerd op mijn eigen denkwereld en dromen. En daarna ben ik overgestapt naar het maken van animatiefilmpjes. Mijn kunstwerken probeer ik de vrouw te verbeelden zoals ze is, zoals ze zich gedraagt. En zowel in een positieve als een negatieve of zeg maar eigenzinnige manier van de vrouw die misschien niet altijd aan het publiek laat zien, maar wel, ja, zich, ja, wel is. Inspiratie vandaan? Van alle dingen om me heen en vaak de kleine dingetjes. Gewoon als er lieve of leuke dingetjes gebeuren in mijn leven, dan reflecteer ik dat weer op mijn werk vaak. Ik haal mijn inspiratie dus eigenlijk uit de alledaagse rituelen, dingen om me heen, voor iedereen heel herkenbaar. Maar ook uit mijn eigen denkwereld en mijn eigen dromen en ook uit beelden die me heel erg inspireren, zowel van tv als in boeken, dingen die ik gewoon erg mooi vind. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ja, eigenlijk vanuit mezelf. En als je over straat loopt, of als je wel situaties op televisie ziet, of situaties bij je vriendinnen, of bij jezelf. Ja, dat komt eigenlijk gewoon uit het alledaagse leven. Waar haal jij die inspiratie vandaan? Ja, dat gebeurt. Dat komt gewoon in je op. Op een gegeven moment denk je van, ik wil foto's maken van mezelf met eyeliner in mijn ogen en gaan schreeuwen. En dan doe je dat. Gewoon toegeven aan je impulsen, dat is het eigenlijk. En vind je het dan ook leuk dat de mensen daar een bepaalde reactie op hebben? Ja, tuurlijk. Anders dan maak je niet iets wat reacties uitlokt natuurlijk. Dat wil ik juist ook een beetje teweeg brengen. Heb je vandaag een leuke reacties gehad? Ja, echt heel veel. Daar ben ik echt super blij om. Maar de opkomst is heel hoog, hè? Ja, er zijn zoveel mensen. Dat is echt gewoon fantastisch. Dat je denkt van wow, dat ze ons werk, dat ze gewoon willen komen. En dat is echt zo mooi. En het is, hangt een relaxe sfeer, mooie muziek, er wordt gezongen, de piano gespeeld. Echt super. Listen to my heart.
je toekomstplannen? Na mijn studie ga ik op reis. Waarheen is nog niet duidelijk. Maar ik wil daar in ieder geval wel les gaan geven. En ja, natuurlijk ook gewoon een beetje rondkijken en veel inspiratie opdoen voor eventuele filmpjes of schilderijen. Daardoor wil ik nog gaan studeren, maar wat en waar, dat weet ik gewoon nog niet. Wat zijn je toekomstplannen? Toekomstplannen is eigenlijk om, ik wil heel graag juffrouw worden en daarlangs wil ik heel graag met fotografie en met beelden bezig blijven. En ook echt in combinatie met juffrouw zijn. Of leerkracht zijn, docent zijn in beeldende vorming. En daar ligt mijn passie, ligt mijn hart. Nou moet jij nog afstuderen, je bent nu bezig. Wat zijn je toekomstplannen? Natuurlijk wil ik hopen om in de kunsten toch te kunnen slagen. En voor de rest is het nog heel erg open. Vooral heel veel plannen en maar zien wat het gaat worden. Wat zijn je toekomstplannen? Ik wil heel misschien naar Gent om daar verder te gaan studeren in animatie. Ik heb het wel te pakken. Ik vind het echt super leuk om animatiefilms te maken. En daar zit de echte animatieacademie. En ik hoop dat ik daar word aangenomen. En dan ga ik in ieder geval heel veel films maken. En jullie zullen nog veel van me horen.